Dit is de avond dat onze rockster nummer 1 Anouk weer het nieuws haalt met een bijzonder filmpje. De eerste keer staat ons nog allemaal in het geheugen gegrift. Ja, maar dan met geluid. Ik weet niet of het thuis ook zonder geluid was. Janice, Renate, gezellig. Weet je nog dit filmpje? Ik weet het nog, ja. Waar Arie Boomsma echt publiekelijk voor werd afgemaakt dat hij dit durfde te plaatsen op social media. Ja. Maar het was allemaal een act. Ja, en iedereen trapte erin. Ook hier. Nou, dan het volgende filmpje. Dit filmpje namelijk is namelijk wel echt. Ik ben lauw, ik ben dronken, dit is gewoon no good. Hier krijg je een primeur. Ik zag vandaag John de Mol, oké? Hij zegt toch maar één. Festival volgend jaar. Zeg, ik heb ze perfecte kandidaten. Yeah! Anouk weet het zeker. Haar achtergrondzangeres Shurma moet Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival. Shurma! Yeah! Als ik dat nou zeg, wat vind je ervan? I'm gonna do it. I'm gonna do it. Tuurlijk ga ik het doen. Ilse de Lange is overduidelijk geen geschikte kandidaat, volgens Anouk. Wie? Ilse? Hé, hey, fuck that! Gaat niet gebeuren. Dat is geen vrouw met personality die zegt, kijk je aan. Tof! Nee! Verdomme. Ja, het was een vrolijke jam-sessie afgelopen zaterdag. Waar was het? Dit zijn natuurlijk best hele unieke beelden. Want het is een muziekfeestje, dat heet Je Veux Flané. En dat is eigenlijk een beetje... Je Veux Flané. Ik wil Flané. Zeg ik het niet goed? Jawel, maar ik vind het zo mooi. Ik had het nog nooit eerder gehoord. Ja. Je Veux Flané. Maar het is dus een soort van avond waarbij talentvolle artiesten een podium wordt geboden. En dan kun je eten. En dat is wat Anouk daar eigenlijk ook aan het doen was. Die zat daar gewoon te eten. Shurma was een van degenen die ook op het podium staat, maar ook een van de adviseurs en mensen die daarbij betrokken is. En nee, ze had een paar borreltjes op en ze dacht, ik ga toch even dat podium op. Steekt daar natuurlijk een enorme veer in tante van Shurma. Van deze vrouw is zo fantastisch. Ik vind dat zij volgend jaar naar het Songfestival moet gaan. En wij kennen haar, want we hebben haar al een paar keer in het programma gehad. Was ze ook extreem geestig vanuit Malmeu. Zij is de vaste achtergrondzangeres van Anouk. Is ook meegeweest natuurlijk. Maar ook bij Glennis Grace en Chaka Khan heeft ze achter in de achterkoor gezongen. Maar goed, hè, op een gegeven moment kwam Ilse ter sprake. En dat vond Anouk niet zo'n heel goed idee. Net als dat ze vandaag op Facebook zei dat het misschien niet zo'n heel goed idee was om dit soort dingen te roepen. Als je een paar borrels hebt gedronken. Want ze zei, oké, dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Het is een beetje uit proportie getrokken nu. Ja, maar het was ook een soort, als je het ziet, dit waren de beelden. Het is gewoon een soort vrolijke jam-sessie. We hadden allemaal mensen die erbij zijn. Ja, en het was heel intiem. Het was natuurlijk niet dat ze publiekelijk heel erg Ilse de Lange wilden afzeiken. Maar goed, dat kan natuurlijk toch weer. Heeft Ilse de Lange nog gereageerd? Kijk, ja, goed gedaan. Dat is hartstikke tof. Maar nee, die heeft niet gereageerd. Zegt jongens, ze is lekker op vakantie en daar wil ze zich niet mee bezighouden. Maar Anouk heeft inmiddels wel de excuus aangeboden. Zegt, luister, het is een lang verhaal op Facebook, maar het komt erop neer. Ik had te diep in het glaasje gekeken. Ik had beter mijn kop kunnen houden en het bij zingen moeten laten. Zoals ik eigenlijk al jaren zeg, ik moet niet te veel praten, alleen zingen. Het was kinderachtig van me, maar ik bedoel het niet zo kwaad. Ja, we hoeven toch niet allemaal zo ontzettend bang te zijn voor dit ding. Wat jij, Janice? Ja, nou ja, ik vind wel een bitch fight. Dat zeker, toch? Ja, maar jij houdt daar wel. Ja, dat klopt. Nee, maar het is natuurlijk, het is sowieso gewoon een heel leuk compliment voor Shurma wat ze geeft. Ja, nou, die staat wel op de kandidatenlijst. Staat ze op nummer 1 voor volgend jaar. Gefeliciteerd, Shurma.